Gewoon naar de volgende. We zitten weer aan de goede kant van het werk en dat moet ook. Aan de goede kant van het werk gaan we een speciale steek maken. En die hoort eigenlijk in twee toeren. Maar wij maken er maar, gebruiken er maar één toer van. En dan wordt die prachtig. Ik ga hem even laten zien in de sjaal. Dat is namelijk deze steek. Die hoort eigenlijk nog een keertje. Maar die wordt in het rond gehaakt. Dus bij de tweede toer ga je weer erop bouwen. Maar omdat wij maar één kant op haken, gebruik ik hem maar één keer. En dan krijg je dus dit aparte, kringelige steekje. Echt super, super, super chic vind ik hem. Dus die gaan we nu haken. Die ga ik jullie leren. Daar heb ik ook geen naam voor. Zou ik ook een naam voor moeten bedenken. Zou ook weer iets moeten verzinnen. Maar omdat het in een sjaal is, geef ik hem nog geen aparte steeknaam. Dus ik heb er nog geen naam voor. Dat komt vanzelf wel. We gaan twee lossen omhoog. En gaan we die markeren. Ja, die gaan we maar markeren. Ik weet nog niet eigenlijk, ga ik straks met jullie bekijken, of we deze gebruiken of de steek die ik zometeen maak. En dat wordt zometeen duidelijk. Ik dacht dat ik deze twee had genomen, heb ik niet opgeschreven. Dus dat gaan we samen ontdekken. En dan weet ik het gelijk voor het patroon. En ik ga hem even wat groter zetten, want het is heel belangrijk dat jullie zien wat we gaan doen. En kijk eerst even rustig mee voordat je mee gaat haken, want ik ga hem hierna nog een keertje doen, zodat je mee kan haken. Maar als je eerst even wil kijken, want dan zie je wat je moet doen en wordt het makkelijker. We hebben dus twee lossen gemaakt omhoog en we gaan een omslag maken. En in die eerste steek, want hier die twee lossen zijn eigenlijk je eerste steek, maar we hebben hem nodig, die eerste steek. Dus dan ga je weer insteken, draadje halen en die zet je op je haaknaald. Dus overnieuw, want ik weet niet of ik in frame was. Even goed kijken op mijn camera. Omslag. En in die eerste steek ga je insteken, draadje halen en die zet je op je haaknaald. En je ziet, ik geef hem wat ruimte. Omslag. Je slaat twee steken over. Die gaan we zometeen nog gebruiken. Dus let erop. 1, 2. En in de derde ga je een draadje halen en die zet je ook op je haaknaald. Ik heb een beetje extra draad mee. Dat is met dit draad soms het geval dat je extra draadje pakt. Ik heb al twee keer eerder ingestoken, maar ik dacht ik moet het goed uitleggen, dus ik ben overnieuw begonnen. Maar dat garen is dan al een beetje gebruikt. Dus vandaar dat ik wat draadjes meeneem. Maar kijk, we hebben nu 5 draadjes op de haaknaald, want je had een omslag gemaakt, ingestoken, draadje halen. Heb je er 5 op je haaknaald. Maak je een omslag en die doe je onder alle 5 de draadjes door. Plus een losse, dan heb je die vastgemaakt. Hier zie je die twee steken die je overgeslagen hebt. Zie je 1 en 2. We gaan nu achter deze steek gaan we de steken weer gebruiken. Dus we maken omslag. Je gaat achter dat steekje ga je hier van voor naar achteren insteken. Op deze manier. Dus ik ga het rustig laten zien. Even er weer uithalen. Dus je hebt een omslag. Maar we moeten achter deze steek moet aan de voorkant liggen. Dus we gaan achter die steek langs. Dan ga je van voor deze steek gaan we gebruiken. Deze eerste steek die we overgeslagen hebben. En dan ga je van voor naar achteren insteken. Onder 2 draadjes door. Dan ga je dat draadje eronder doorhalen. Dan heb je er 3 op je haaknaald. En je maakt een stokje. Omslag. Je gaat weer 8. Dit wil je aan de voorkant hebben. Dus daar ga je achter langs. Dan zie je hier de steken die we overgeslagen hebben. Ga je van voor naar achteren insteken. Je gaat een draadje halen en je maakt je stokje. En kijk, dan heb je dat mooie waaiertje heb je aan de voorkant zitten. En de stokjes aan de achterkant vullen het weer op. Nu zal ik hem even uitzoomen, want het is makkelijker om te zien. Dan begin ik even overnieuw. Je hebt je twee lossen. Dan gebruiken we deze eerste steek om een omslag te halen. Slaan de twee over en we gebruiken de derde steek om een omslag te halen. Dus omslag. Insteken in de eerste steek. Draadje halen. Zet je op je haaknaald. Omslag. Je slaat twee steken over.
In de derde steek ga je een omslag halen en die zet je ook op je haaknaald. En even belangrijk, deze steek gaan we zometeen weer gebruiken om opnieuw te beginnen. Dus zorg ervoor dat je onthoudt, dit was de steek die je net gebruikt hebt. Omslag door alle vijf te steken plus een losse zet je erop. Heb je je waaiertje gemaakt. We moeten achter het waaiertje langs werken, want we willen dat waaiertje graag aan de voorkant hebben. Dus je maakt een omslag, je gaat achter het waaiertje langs. Je ziet hier de twee steken die we overgeslagen hebben. Dus je gaat die eerste steek ga je van voor naar achteren insteken. Draadje halen, heb je er drie op je haaknaald. En je maakt een stokje achter de mooie waaiersteek. Dan doe je weer omslag. Je kijkt eerst waar zit die steek die je overgeslagen hebt. Als je het waaiertje bekijkt zie je hier de steek die je overgeslagen hebt. Je gaat achter de waaier langs. Je steekt van voor naar achteren in de steek in, haalt een draadje en je maakt je stokje. En dan heb je je waaiertje aan de voorkant zitten. Wat ik net zei, we hebben die draad uit de derde steek gehaald. Die zie je hier erin gaan. In dat draadje zie je in deze steek gaan. Die steek gaan we nog een keer gebruiken om de nieuwe waaier te maken. Dus je pakt hier het draadje weer op. Zet hem op je haaknaald. Heb je er drie op je haaknaald. Zorg dat je weer even hoog bent als je stokje van de vorige toer. Je maakt een omslag. Zet hem erbij. Twee steken overslaan. In de derde steek ga je een draadje halen. Zet je op je haaknaald even hoog als de stokjes die je al had. Hou het vast. Omslag. En je maakt een omslag door alle vijf draadjes plus een losse. Daarmee zet je hem vast, die waaier. We gaan weer de twee steken die we overgeslagen hebben, die zie je hier en hier, gaan we een stokje in maken, maar dat doen we achterlangs, zodat het waaiertje aan de voorkant komt. Dus omslag, je gaat achter je waaiertje langs, haalt van voor naar achteren onder de steek door en haalt daar een draadje en maakt je stokje. Omslag, je gaat achter de waaier langs, je steekt van voor naar achter in de overgeslagen steek in en maakt een stokje. En je hebt je waaiertje gemaakt. Daar gaan we. Omslag, draadje halen, drie op de haaknaald. Omslag, even draad pakken. Sla twee steken over en in de derde steek ga je een omslag halen en zet je op je haaknaald. Heb je vijf lusjes op je haaknaald. Omslag door de vijf lusjes heen plus een losse. We gaan weer de twee overgeslagen steken gaan we gebruiken. Dus we gaan achter de steek langs, van voor naar achter insteken in de eerste overgeslagen steek en je maakt een stokje. En je gaat, ik pak dan vaak in, als ik snel haak, zal ik zometeen één keer laten zien hoe ik snel haak, pak ik gewoon dit stukje even weg. Dan kan ik makkelijk insteken van voor naar achter en maak mijn stokje. Kijk, als ik hem haak, gaat hij zo. Ik haal een omslag, twee steken overslaan, in de derde omslag, een omslag door alle vijf plus een losse. Ik maak hier de steek, trek ik even naar me toe. Ik maak een stokje. Bij de tweede steek zit die waaier een beetje in de weg, dus ik haal de waaiertje een beetje weg. Steek er van voor naar achter in en maak mijn stokje. Zo is mijn techniek om even te helpen met mijn vingers om het opzij te halen. En kijk, zo moet hij eruit zien. Super gave steek toch? Gaan we nog een twee keer maken. Omslag, twee steken overslaan. In de derde steek ook een omslag. Door de vijf lusjes heen plus een losse. Van voor naar achteren een stokje maken in de eerste overgeslagen steek. Van voor naar achteren. Een tweede stokje in de overgeslagen steek. Omslag door de gebruikte steek. Omslag door in de derde steek ook een omslag halen. Even wat draad pakken. Omslag door alle vijf plus een losse. En twee stokjes in de overgeslagen steken. En in de laatste steek maken we een stokje om een mooie zijkant te maken. Door de twee draadjes heen en we maken een stokje. En zo ziet je werkje er nu uit. Super.
Per mooie, sierlijke steek vind ik het.